Welkom bij Leeuwarden Actueel van maandag 31 mei 2010. Afgelopen zaterdag is de zomerkermis in Leeuwarden van start gegaan. De kermis wordt deze keer gehouden op het Jacob Katsplein en werd zaterdagmiddag door wethouder Isabel Dix geopend. Vorig jaar was de kermis op het plein bij het WTC Expo. En de exploitanten zijn blij dat ze nu dichter bij het centrum staan. We hebben een prachtige kermis neergezet op het Fonteinland. Achter het belastingkantoor noem ik het maar even, op het Jacob Katsplein. En daar staan prachtige attracties uitgestald. Een paar hele enge. Ik ben er vanochtend ook even in geweest, of vanmiddag eigenlijk, om precies te zijn. Geweldige attracties. En ik vind het toch ook, ik wil dat toch graag onder de aandacht brengen, dat we hier ook nog hele mooie andere evenementen in de stad hebben dan alleen het straatfestival. Alleen kan het misschien niet handig om ze gelijktijdig te laten gaan, of het bijt elkaar niet? Nou, het bijt elkaar denk ik helemaal niet. Sterker nog, het kan een aanvulling op elkaar zijn, denk ik. En laten we wel wezen, Leeuwarden is een grote stad met bovenmatig veel culturele activiteiten, waar kermis absoluut onder schaar. Er zijn hier gewoon heel veel, er is heel veel cultuur. En dat betekent dat soms, als er mooie dagen zijn, een aantal activiteiten tegelijk samenvallen. Nou ja, in dit geval is dat met de kermis. Maar het zag er heel mooi uit. En lekkere poffertjes gegeten en een paar hele enge attracties. Dus ik kan iedereen aanbevelen om daar naartoe te gaan. De kermis, betere locatie als vorig jaar. Heeft de gemeente toen wel naar de exploitanten geluisterd? Nou, we hebben vorig jaar ook heel goed naar de exploitanten geluisterd. Want om het even in de herinnering te halen, vorig jaar stond de kermis achter het WTC. En dat is allemaal natuurlijk in overleg met de kermisbonden gegaan. Nou, dat was een experiment. Nou, dat was in eigenlijk niemands beleving een echt geslaagd experiment. De kermis wil heel graag terug naar de binnenstad. Maar ja, dan moeten wel plek en ruimte zijn. Dat is er momenteel nou eenmaal niet. In verband met de verbouwing op het Saarland. Dat betekent dat we naar andere plekken hebben gezocht. En ik denk absoluut dat het Fonteinland, het Jacob Katsplein, gewoon een heel goed alternatief is. Bovendien kun je gratis parkeren als je naar de kermis wilt. Het ziet er gewoon hartstikke goed uit. Een mooie plek. De ruimte. Dus ik denk toch dat het dit jaar de kermis mensen het beter zal bevallen dan vorig jaar. Tot slot. Komt de kermis ooit weer terug op het Saarland of is dat verleden tijd? Ja, dat kunnen we niet weten. We zijn met elkaar natuurlijk aan het kijken wat we moeten doen. Het Saarland moet ook nog ingericht worden. Nou, u heeft gezien dat we daar ook de burgerij bij betrekken, de nieuwe inrichting. En dat zal allemaal blijken in de toekomst hoe dat allemaal precies uit zal pakken. De openingsdag werd 's avonds afgesloten met een groot vuurwerk. De kermis duurt tot en met zondag 6 juni. Zondag 30 mei was het weer Prinsessendag in de Prinsentuin. Alle kinderen van 4 tot 13 jaar konden verkleed als prins of prinses naar de Prinsentuin komen. De dag stond dit jaar in het teken van de tentoonstelling Oranjegoed, die op dit moment te zien is in het Keramiekmuseum Prinsessenhof. Lode Lakai van het museum was natuurlijk ook weer aanwezig om de kinderen te ontvangen. Thank you.
Afgelopen weekend was weer het Friesstraatfestival in de Leeuwarden Binnenstad. Vrijdagmiddag werd begonnen met een jeugdvoorstelling op het Oldehoofse Kerkhof. Zaterdag was de hoogtijdag met vele theateracts in het centrum en muzikale optredens op diverse podia. Mede dankzij het mooie weer kwamen er vele duizenden mensen op af. Een uitermate tevreden organisator. We zitten nog vrij aan het begin van ons festival. Vandaag gaat het gewoon helemaal door. Het weer blijft mooi. En morgen ook nog vanaf 1 uur. En dan is het ook weer hier op het Oldehoofse Kerkhof, ons centrale plein. En ook nog in de Prinsentuin. Nou, de hele stad die barst van energie en van mensen. Dus ik hoop dat iedereen net zo plezier heeft als ik. Ja, het is een heel georganiseerd, maar met een heel klein team. Harde werkers. En zie wat er staat en zie welke mensen daarop afkomen. Prachtig is het. Nou ja, het is al een hele lange tijd voor mij begonnen en in 2001 ging het even wat minder goed en toen heeft de wethouder Brok mij gevraagd als directeur van Harmonie om dat weer op te pikken. En dat hebben we gedaan en dit is nou de negende, zeg maar, nieuwe editie en dat groeit gestaag van klein naar groter, naar groter, naar groter. En we zijn nou na deze negende editie met ongeveer 90.000 man in dit festival. Zin op de trappen, Sjaru. En mij het was toen het sjoero. Rein en zweet open ons. Ik viel me uro. Zo, 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 de wind leek koud. Een rare voel in de meer. Mijn kop kreeg me neer. Later in de week kunt u kijken naar langere impressies van dit zeer geslaagde evenement. Zaterdag 29 mei was in de Noorderbazaar aan de Pasteurweg een barbecue voor medewerkers en bezoekers. Enige weken geleden was Mercurius al op bezoek in de toen pas geopende bazaar en sindsdien zijn er nog diverse bedrijven bijgekomen. Binnenkort volgt een uitgebreide reportage van deze barbecue. Op 8 mei van dit jaar bestond het Pasveerkorps 50 jaar. Op 5 juni aanstaande wordt dit gevierd door iedereen die Pasveer een warm hart toedraagt met een optreden in de businessclub van Cambuur. Speciale aandacht gaat tijdens deze avond uit naar het optreden van twee jubileumbands die de afgelopen weken hard hebben geoefend aan hun jubileumshow. Het Pasveerkorps en Jong Pasveer presteren al jaren op hoog niveau, zowel nationaal als internationaal. Het korps is ook een graag geziene gast op de taptoes die gehouden worden in het WTC Expo. Wetterskip Friesland heeft de jaarbegroting over 2009 gepresenteerd. Er is een netto-overschot van €700.000.
Verder is er meer belastinggeld binnengekomen via WOZ-berekeningen die hoger zijn uitgevallen dan beraamd. Dit geld wordt teruggegeven aan de burgers. Op woensdag 2 juni wordt in de wijk Heegterp-Schieringen een straatspeeldag georganiseerd. De activiteiten vinden plaats in de Esdoornstraat die deze dag wordt afgesloten voor het verkeer. Sociaal restaurant Resto van Harte is ook bij dit evenement betrokken. De kinderen die aan de speeldag meedoen kunnen in een tent van het restaurant een gratis pannenkoek eten. Resto van Harte heeft een vestiging in de wijk in de Pieter Jelles Diekschool aan de Egelantierstraat en is elke woensdag vanaf 17:30 geopend. Het restaurant wil sociaal isolement doorbreken en de leefbaarheid in wijken vergroten. De politie heeft een onderzoek ingesteld naar een overval op een 28-jarige inwoner van Leeuwarden. De overval vond plaats in de nacht van zaterdag op zondag in de Begijnensteeg. Rond 5:30 werden agenten aangesproken door een man die onder het bloed zat. Het slachtoffer vertelde de agenten dat hij door 3 mannen overvallen was en dat ze hem geslagen hadden. De overvallers zijn nadat ze de portemonnee van het slachtoffer hadden afgepakt gevlucht. Het slachtoffer is per ambulance afgevoerd naar het MCL. In de nacht van zondag op maandag rond middernacht werd er bij de politie gemeld dat inzittenden van een personenauto ruiten in hadden gegooid. De ter plaatse gekomen agenten zagen dat er met stenen enkele ruiten kapot waren gegooid. De vermoedelijke daders reden rond in een Volkswagen Golf. Twee mannen uit Leeuwarden zijn zaterdagochtend aangehouden op verdenking van koperdiefstal. Surveillerende agenten zagen de twee mannen op een fiets het oude Philipsgebouw aan de Helikonstraat uitkomen. Aan het stuur hingen grote bossen elektriciteitskabel. Ook waren de twee in bezit van grote tassen gevuld met koperen kabels. Aangezien er regelmatig koper wordt gestolen van dit terrein, was dit voor de politie ook aanleiding om de twee aan te houden. De 35- en 36-jarige mannen bekenden dat het koper uit de fabriek kwam. Ze zijn beide voor nader onderzoek ingesloten. Dit was Leeuwarden Actueel van maandag 31 mei 2010. Tot ziens!